ASAP Rotterdam en de rest van Nederland. Het is je boy. Ik ben onderweg naar de bloemenzaak. Dit zijn ze geworden. Nou, ik heb net de bloemen op werk achtergelaten. Ik ben nu onderweg naar kantoor. Ik ga kijken of ik weer aan dat kastje kan werken. Even wat meer info kan geven qua tv-zenders, films en series. Nou, ik zit te checken. Ik wil jullie heel graag wat laten zien. Omdat ik bezig was met het editen, is het nu al 5:30. En ik moet 5 uur op werk zijn, dus ik ga het helaas weer niet redden. Ik ga het vanavond proberen, als ik weer terug op kantoor ben. Lukt dat niet, dan probeer ik het thuis te laten zien, want ik heb thuis ook zo'n kastje. Dus ik denk zelf dat het thuis gaat worden, want als ik hier klaar ben met editen, wil ik gewoon zo snel mogelijk naar huis. Dus ik denk dat het thuis moet. Oké, ik ben nu weer terug op werk. Hierna beloof ik echt dat ik jullie mee ga laten zien, echt waar. Maar dit moet gewoon voorgaan. Dan zie je me wel verschijnen. Arlindo komt misschien ook later. Arlindo. Ja, ik zie je zo meteen. Hai, later. Yeah, het zit erop. Ik ga nu weer naar kantoor toe. Ik ga kijken of ik jullie wat mee kan laten zien. Zo niet, ja, dan ga ik editen. Maar als ik jullie wat kan laten zien, dan laat ik het zien. Anders doe ik het thuis. Right. Ik ben op kantoor. Even mijn auto binnenlaten. Dan gaan we weer back to work. Nou, ik denk dat ik het voor gezien heb voor vandaag. Want het is veel te laat. Dus ik ga lekker naar huis. Ga ik wat meer laten zien, want dit wordt mij ook veel te laat, joh. Ik laat het thuis zien, ik edit het morgen wel. En als het lukt, gooi ik het nog dezelfde dag, zo niet. Ik krijg het een dag later. Hey, ik weet niet wat het is vandaag, maar vandaag is het echt zo'n dag. Dat gewoon serieus niks mee wil werken. Helemaal niks. Dus ik ga gewoon naar bed. Ik ga lekker naar bed. Ik ga met het vrouwtje misschien een serie kijken of iets. Netflix en chill. Morgen als ik wakker ben, is dat het eerste wat ik doe. Echt waar. I promise. Nou, goedemorgen mensen. Het is een dag later. Ik ben serieus nog niet eens aangekleed whatsoever. Vandaar dat ik achter de camera blijf staan. Maar goed. Nou, dit komt jullie vast wel bekend voor. Van het vorige filmpje. Wat ik doe, ik ga altijd naar beneden. Naar Cody. Zie je dat? Die K van Cody. Daar ga ik dan naartoe. Met dit plusje kan je nog meer dingen toevoegen. Dan kom je sneller bij de applicatie die je wilt gebruiken. Maar ja, ik gebruik dan gewoon Cody. Oh, hij is al gelijk daar. Iemand heeft power zitten kijken dus. Ik ga even helemaal terug om het aan jullie te laten zien. Dan heb je een lijstje hier zo, zie je dat? Video's, music. Nou, je bent bij video's. Ik gebruik meestal Genesis. Staat hij niet hier bij jou? Of ergens hier? Geen zorgen. Je kan hem hier altijd vinden bij add-ons. Daar. Dan klik je dan op en dan zie je allemaal dingen. Feyenoord TV, weet ik veel wat allemaal. Ajax TV. Allemaal dingetjes. Die zijn toegevoegd, ik weet niet hoe, maar dat krijg je gewoon zo. We gaan nu naar Genesis. Klik je op Genesis. We gaan naar TV-shows. Ik zou TV-shows laten zien. Veel mensen weten van Genesis dat heel veel van deze dingen het niet doen. Heel veel van deze dingen doen het niet. Maar ja, je kan altijd naar Search gaan. Search zit helemaal onderin. Daar kan je wat intoetsen en zoeken en bam, kijken. Wat ik adviseer, is als je iets hebt gevonden bij Search, druk dan op afstandsbediening, op dit knopje hier. Druk dan op dit knopje.
Dan krijg je een menulijstje te zien. En dan kun je elke serie die je selecteert, kan je dan bij jouw favorieten zetten. Maar ik zal even snel mijn favoriete lijst laten zien. Met allemaal series. Er zitten trouwens ook series van Christina tussen. Heel veel. Tenminste, een paar. Ik heb de meeste staan. Maar dit is dus mijn lijst met series die ik kijk. Aardig wat, hè? Oh, die 10 mamas van Christina natuurlijk. Dat is obvious. Ja, man. Maar goed. Bij mijn favorieten. Even een voorbeeld. Game of Thrones. Heel veel mensen. Game of Thrones. Veel fans. Ik ga de Game of Thrones even laten zien. Ga je bij Game of Thrones naar binnen? Zie je alle seizoenen staan. Van 1 tot en met 6. Nou, ik ga gewoon gelijk naar 6. Zie je dat dingetje beneden? Hier trouwens. Hier trouwens zie je altijd zo'n dingetje draaien als die aan het werken is. Goed, we gaan naar de onderste. Nou, tenminste de 1 na onderste. Battle of the Bastards. Die was echt, die was sick. Nou, klik je dan op. Dan gaat hij laden. Zie je dat dingetje beneden laden? Dan haalt hij alle bronnen tevoorschijn. Lekker druk buiten. Hij is ook allemaal updates aan het doen tegelijkertijd. Dus het kan zijn dat hij een beetje langzaam werkt. Omdat hij updates aan het doen is. Dat zie je. Dat kan je zeg maar onder in beeld. Kan je dat zien. Dan zie je ze dingen automatisch uploaden. Bam. Lijst. Met allemaal available streams. Nou, ik begin altijd bij de eerste. Klik je. Wacht je. Hij gaat automatisch naar beneden. Als het zoals het niet doet. Blijf meetellen, want hier zie je waar die ongeveer is. Hier zie je ongeveer waar die is. Dus blijf meetellen. Nou, bij 12, bij 13. Ik weet niet of wat gebeurt. Nee, dan moet je naar beneden scrollen. Vanaf 13 ga je weer verder. En ik weet niet hoe Quincy het heeft gedaan. Maar op een of andere manier heb je echt zoveel sources waar je uit kan kiezen. Dus je hebt altijd wel. Hier zie je dat bedoel ik. Je hebt altijd wel een source die het wel kan laten zien. HBO. Yeah. Nou. What more do you want? Beeld is super sick. Ondertiteling kan trouwens ook. Druk je één keer op oké. Ga je opzij naar dit dingetje. Ga je naar boven. Downloaden. Pap. Klik je. Wacht je. Kom op bezoek. Oh, voor deze is geen ondertiteling. Ja, want ondertiteling wordt ook gemaakt door het derde, zeg maar. Het is niet zo dat het van een DVD af wordt gehaald of zoiets, weet je wel. Het zijn gewoon mensen die ondertiteling maken. En soms staat ondertiteling helemaal nergens op. Ik kijk alles trouwens zonder ondertiteling, tenzij het, iets is dat ze Arabisch praten of zoiets. Maar zolang ze Engels praten, kijk ik zonder ondertiteling. Goed. Het beeld is sick, toch? Volgende. We gaan terug. Kom weer terug. Even nog een serie snel laten zien. Heel veel mensen kijken trouwens Power. Ik ga Power even laten zien. Heel veel mensen kijken die, hoor. Zo. En het is trouwens weer. Zijn we trouwens nieuwe episodes? Ja, zie je. Dit heb ik nog niet gezien. Ik ga deze zetten. Dat vinkje trouwens, wat je ziet hier. Dat betekent dat je het hebt gezien. Maar ja, dat spreekt wel zich. Ik bedoel, je komt niet uit een ei. Anyways, die onderste drie zijn nieuw. Nou, begin je weer helemaal boven. Klik je gewoon. Als die het niet doet, scrolt hij vanzelf naar beneden. Nee, dan ga ik hier verder. 3, 4, 5. Bij 5 stopt hij al, dus. Alsjeblieft. Wat wil je nog meer? Een beetje volume zetten voor jullie.
He survived the attack in prison. Even kijken of ze ondertiteling hebben gezet. Ik ga even mute doen, hoor. Oké, even kijken of ze ondertiteling hebben gezet bij deze. Want ja, what the fuck zijn ze aan het doen, man? Nee, ook hier zit helaas geen ondertiteling bij. Then again, het is pure overmacht. Iemand moet niks te doen hebben met zijn leven om ondertiteling te uploaden bij opensubtitles.org. Alleen dan heb je ondertiteling. Maar goed, hebben ze dus niet gedaan. Goed, ik heb hem gestopt. Omdat ik geen spoiler alerts wil, want heel veel mensen kijken Power nu tegenwoordig. Wat kan ik nog meer laten zien? Zal ik even filmen, even heel snel. Een film laten zien. Even weg. Allemaal series. Oh ja, trouwens even heel snel. Als je hier bent en je merkt bijvoorbeeld als je naar J gaat of nee, Networks. Je drukt erop, er gebeurt niks. Oh, er gebeurt wel wat. Dat is nieuw. Wacht. Andere. Most popular. En je drukt erop en er gebeurt niks. Oh, er gebeurt ook hier wat. Oh, waarschijnlijk is het toch wel gemaakt op een of andere manier, I guess. Ik ging tenminste. Als die het niet doet, ga dan naar People Watching. Ga gewoon daarin. People Watching, die deed het altijd. Al die andere dingen deden het niet. Maar hier doet wel alles trouwens. Mr. Robot, Suits, Stranger Things. Echt een aanrader, supergoeie serie. Tyrant is trouwens ook echt supergoed, joh. Deze, Tyrant. Gekke serie. Die ben ik trouwens ook aan het kijken. Die staat volgens mij ook tussen mijn favorieten, als ik het goed zeg. Laat me voor de zekerheid even kijken. Kijk, dat knopje wat ik zei, ga ik nu op drukken. Zie je dat? En dan klik je naar Add to Favorite. Dan klik je erop, bam. Nu is het Add to Favorite. Wat ook tof is met dat knopje waar ik net op drukte. Als je bijvoorbeeld wil weten waar een film of serie over gaat. Wat je dan doet. Bijvoorbeeld Stranger Things. Ja, ik ben zelf niet van de trailers. Ik kijk echt totaal geen trailers. Van films niet, van series niet, van spellen niet. Whatsoever. Ik kijk geen trailers. Maar hier. Ook op datzelfde knopje wat ik net drukte. Deze. Druk je op. Dan ga je naar TV Show Information. Druk je op. Dan zie je trailers staan, helemaal rechts onderin. Klik je op, trailers, bam. En dan krijg je gewoon serieus een trailer te zien over deze serie. Zie je? En het is nog een Netflix trailer ook, zie je? Bam. Super mooie kwaliteit. Je moet niet op dat letten in beeld. Dat is gewoon puur wat ik met de camera televisie opneem. Dan krijg je dat soort dingen. It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest. Goed, jullie zien het. Echt jongen, mensen. Doe wat ik doe. Kijk geen trailers. Kijk gewoon de film. Ik merk tenminste echt dat ik veel meer plezier heb. Ja, tijdens de film of serie. Maar goed, movies gaan we nu. Ik ga weer even naar People Watching, omdat ik zeker weet dat die het doet. Testen. People Watching. Doet het. Zie je? Nou, uit nieuwsgierigheid ga ik toch kijken wat bij Features of die doet. Nee, zie je? Hij doet het niet. Zag je dat? Daarom, ga gewoon lekker naar People Watching. Kijk wat ze hier te bieden hebben. Nog een keer. Het is pure overmacht als jij deze film hier ziet. En je denkt, hey, Saan, Suicide Squad, laat hem gelijk kijken. En je hebt geen HD kwaliteit. Dat klopt. Deze film is pas nieuw. Dus verwacht niet gelijk HD kwaliteit. Ik wil best wel kijken wat voor kwaliteit er is. Of er überhaupt wel eens een upload is. Even kijken. Kijk, en omdat het dus nieuw is,
heb je mid-quality en dan allemaal cam. Maar goed, ik ga gewoon laten zien, weet je, wat oudere films, die heb je wel gewoon HD, maar nieuwe films is gewoon, ja, is gewoon overmacht. Iemand moet het gewoon online gooien met super goede kwaliteit. En zodra dat is gebeurd, kan iedereen op goede kwaliteit kijken. Even checken wat er gebeurt. Ander proberen. Kijk, je hebt allemaal bronnen staan en als je ziet dat eentje werkt, onthoud die bron. Weet je, en ga dan altijd gewoon naar die bron toe als je hem ziet. Zie je? Echt waardeloze kwaliteit. Maar ja, je hebt mensen die zo gierig zijn dat ze niet naar die bioscoop willen gaan, dat ze het liever thuis willen kijken. En dan, ja. Zie je? Het is niet eens gecentreerd. Zie je die hoofd? Kijk die hoofd, zie je dat? Zag iemand bewegen. Zie je? We gaan eruit. Even een andere film die al wat langer uit is, maar waarschijnlijk wel een goede kwaliteit van is. Zal ik Deadpool even proberen? Ik probeer Deadpool wel. Zes, zeven, acht, negen, tien, elf. 35, 36, wow, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 42. Bam, goede kwaliteit. Ik ga even skippen hoor. Nog een keer, druk ik oké. Ga je opzij, naar boven, druk je weer oké voor ondertiteling. Even kijken wat er gebeurt. Hè. Nee, ik denk dat daar wat mis is met mijn ondertitelingsspoor. Want normaal heb ik altijd ondertiteling. Babe, ja? Wat is gebeurd met ondertiteling? Weet je niet. Nee, doe het niet. Maar goed, geen zorgen. Want als hij het niet doet, dan ja, Quincy die is er zo voor je. Die help je er zo doorheen, whatsoever. Dus. Dat is wel weer chill van hem. Skippen. Nog een beetje skippen. Nog een beetje skippen. Kijk. Ik ga hem stoppen. Zo, zien jullie me weer. Films en series kan dus ook. Je kan echt van alles kijken. Bij search, toets het in, zoek het, kijk het. Nou, bij deze eindig ik mijn vlog. Gisteren was het zo chaotisch op werk. Echt druk. En door al die drukte en gedoe ben ik gewoon iets vergeten mee te nemen naar huis. Weet je wat? Die bloemen.